Gunnen Metal dan. En ik kijk naar Shout. Veel plezier. Dit werkt dus niet. Maar hoe het nou wel moet, wat nou het handigste is om je vuurwerk aan te steken, dat gaan we even vragen. Kan je me vertellen hoe je het beste en veiligste vuurwerk kan afsteken? Ja, tuurlijk. Wat belangrijk is, is sowieso de gebruiksaanwijzing op volgen. 12 jaar en ouder, alleen voor gebruik buiten het huis. Plaats 1 exemplaar op de grond, ga naast het artikel staan, ontsteek de lont. Aan het uiteinde en trek u onmiddellijk terug op een afstand van tenminste 3 meter. Er staat al op zoveel meter afstand, doe dat dan ook gewoon. Pak altijd een aansteeklontje. En bij grote vuurwerk, dus niet het kindervuurwerk zoals dit, een veiligheidsbril. En als je dat doet en niet te veel drinkt, moet het gewoon goed komen. Dat je zo aantrekt en dat je het weggooit. Maar niet helemaal naar mij toe gooien, want dan ga ik dood. Weet je eigenlijk ook waarom je een aansteeklont moet gebruiken en niet een aansteker? Als je een aansteker hebt, heb je een vlammetje, toch? Naast dat het gewoon onhandig is omdat hij elke keer uitwaait, dan heb je ook de kans dat hij hem bij het begin van die lont aansteekt, zeg maar. Dus als je hem met deze gewoon tegen het uiteinde aanhoudt, dan kan er niks fout gaan. Nou, we luisteren naar Thomas. Ik doe de bril op. Met het aansteeklont. Ik zeg alvast een veilig en super tof oud en nieuw. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! En wordt een oud en nieuw zonder vuurwerk, kan je dat voorstellen? Nee, het is een traditie in Nederland. Je moet wel gaan blijven. Nee, er moet gewoon vuurwerk zijn. Het is toch ook, het hoort er ook wel gewoon bij. En ik vind het ook wel iets hebben dat je het nieuwe jaar inleidt en dan gezellig allemaal staat te bibberen in de kou en kijk naar het vuurwerk. En ik vind het ook altijd wel mooi om te zien. Dus ik denk dat het er ook wel gewoon bij hoort. Heb je ooit wel eens een ongeluk of een gevaarlijke situatie met vuurwerk meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Hij keek zo in het vuurwerk zo, omdat hij niet kwam. En toen ging hij zo langs zijn hoofd zo. Toen was zijn haar hier weg. In heel veel gemeenten zijn er vuurwerkvrije zones opgesteld. Vind je dat Gouda dat ook moet krijgen? Ja, zones denk ik wel. Toch, er kan heel weinig mis mee zijn, denk ik. Tenzij er mensen zijn die heel graag voor hun huis willen afsteken en dat dat dan niet meer kan. Ja, parkjes vooral lijkt mij dan inderdaad. Voetbalveldjes, dat soort dingetjes. Gewoon waar inderdaad families graag misschien iets leuks gaan doen voor oud en nieuw. Ik sta hier bij de Vuurpijl in Reewijk. Dit is een vuurwerkwinkel en hier kunnen ze mij alles vertellen over vuurwerk. Weet u misschien ook hoeveel vuurwerk er per jaar wordt afgeschoten met oud en nieuw? Dat varieert een beetje, omdat er natuurlijk ook van alles en nog wat toch in het buitenland gekocht wordt. Maar dat gaat over miljoenen kilo's. Ja, dat is echt enorm. Gaan we nu naar de bunker. Zo, kijk eens aan. Deze deur is 60 minuten brandwerend. Is opgebouwd uit diverse lagen. Je ziet het hier aan de binnenkant met lamellen, allemaal brandwerend. We zijn nu in de ruimte tussen bunker A en tussen bunker B. Stel dat er in de bunker van deze bewaarplaats iets zou gebeuren, dan gaat de regeninstallatie, de sprinkler die hierboven zit, die gaat af. En dan kan er dus voor de rest in het pand eigenlijk niets gebeuren. Hier wordt alles gesproeid, daar wordt alles gesproeid. De hoeveelheid van het kruid en de kleur van het poeder wat erin verwerkt zit, die bepaalt tenslotte met hoeveel kracht die omhoog geschoten wordt en welke boost of dat die geeft. En daar hebben ze in China goed over geborduurd hoe of dat moet zijn, zodat de consument dat graag wil hebben. Dat zit dus allemaal in het kruid? Dat zit allemaal in het kruid. Dit was Shout Onderzoek, die helemaal in het teken stond van vuurwerk. Ik wens jullie fijn 2016 en oppassen met vuurwerk.
Wauw.